Als je voor je inkomen afhankelijk bent van het UWV, wil je niets doen om je uitkering in gevaar te brengen. Dat kan betekenen dat je blijft zitten met bepaalde vragen die je niet durft te stellen. Het wijkbedrijf in Leuvensbroek biedt daar een oplossing voor. Het wijkbedrijf helpt iedereen met vragen rondom werk. En dat doen wij los van overheidsinstanties. Soms zijn er lange trajecten voor nodig. Echt mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. En soms zijn het mensen die van baan willen switchen. En wij helpen daarbij iedereen. Ja. Wij kwamen eigenlijk door veel in gesprek te gaan met mensen die ook geen werk hebben erachter. Dat het soms heel lastig is om daarover te praten. En dat ze vaak met veel vragen zitten die ze eigenlijk ook willen stellen aan bijvoorbeeld een UWV of een gemeente. Maar bang zijn om slapende honden wakker te maken. Omdat ze daarbij vaak hun gegevens moeten achterlaten. En daarom hebben wij anonieme open spreekuren in het leven geroepen. Ja, en deze anonieme open spreekuren die zullen worden gegeven door Peter. Peter die werkt bij ons als vrijwilliger. Het is een gepensioneerde arbeidsdeskundige. En hij hoorde van dit project en die wou daar graag bij helpen. Ik ben bij het wijkbedrijf terechtgekomen omdat hier iemand ook actief is die ik ooit eens een keer in mijn werk bij het UWV bemiddeld heb. Ik ben sinds september met pensioen. En om de dagen een beetje te vullen, maar ook om goed werk te doen, ben ik bij het wijkbedrijf terechtgekomen. En is het idee geboren om op zaterdag spreekuur te gaan houden voor mensen die vragen hebben, maar niet bij de instellingen terecht kunnen of willen. Omdat ze bang zijn dat ze de identiteit en zo moeten opgeven daarvoor. En bij mij kunnen ze anoniem terecht. Nou, veel vragen hebben te maken met het wantrouwen wat mensen hebben tegenover het UWV en de gemeente. En de vragen gaan dus vooral over sociale zekerheid en arbeidsrecht. En wat betreft uitkeringen wordt ook veel gevraagd of er vrijwilligerswerk kan worden gedaan. En wat er gebeurt met de uitkeringen als iemand weer gedeeltelijk aan de gang gaat of zo. En dat zijn de dingen waar ik wel antwoord op kan geven. De mensen kunnen terecht bij het wijkbedrijf in de Linderholt is dat, Leuvensbroek. En wij beginnen ermee op 21 januari. Dat is de eerste dag dat wij dat spreekuur houden. En op 4 februari is het volgende.